Goedemorgen allemaal. Zoals jullie zien, ligt er hier een kaart. Die heb ik dus net zitten maken. Ik ben op het idee gekomen door het mooie papier van Joycraft. Ik zal er even wat bij pakken. Het is een heel pakket. Ik zal het even pakken. En het heet Christmas Eve. Zoals je ziet, er zitten van alles 3 vellen in, pak, met dubbelzijdig bedrukt. Deze kant heeft dit. Nou, zoals je ziet is er al wat van gebruikt. Dit heeft een houtstructuur en hier aan de andere kant een beetje tekstidee. Deze rode is helemaal... Aan deze zit een rand Happy Holidays. Die heb ik eraf gehaald en die ga ik ook gebruiken. Aan deze kant hebben we een streepje. Dan hebben we hier Merry Christmas op de rand staan. Groen ruitje met een mooie groene, donkergroene achtergrond met witte sterretjes. Hier heb ik nog niks mee gedaan. Dit is weer de rode en zoals je ziet is hier al het nodige afgehaald. En ik zal vertellen wat ik gedaan heb. We beginnen met een A4. En die wordt, eventjes een beetje opzij leggen, en die wordt in de lengte gesneden op 10,4, niet op 10,5, 10,4. En die vouwen we dubbel. En dan hebben we dus een A6 kaart, zoals dat heet. Zo. En die A6 kaart die is dus 14,8. Zo. Omdat dit ook A4 is en ik moet pakketjes maken, heb ik uitgerekend dat ik voor de opleg een strook nodig heb van 9,9. Dan gaan er 3 stroken uit en dan hou ik dus nog uiteraard wat over. En dat is dus onder andere deze. Deze is 9,9. En dit is dus 14, ik zal het even goed zeggen. 14,3. Nee, ik moet even kijken. Ik ga even mijn liniaal er goed opleggen. 14,4. Nee, 14,3. Want er staat hier nog een steepje. 14,3 bij 9,9. Dit komt dus op de kaart. Verder heb ik de kaart versierd met een paar punten. En dit is dus, als je namelijk, ik zal het even pakken, dit is dus het andere deel van de A4. De helft van, kijk, ik zal het even zo laten zien. Ik heb dus een A4 vel, die heb ik doorgesneden. En toen heb ik dus het deel wat ik over heb gehouden. 1 is dubbel gevouwen, 1 is doorgesneden. Dus ik heb hier een halve. Een A6 dus. Deze A6 kaart, die leg ik in mijn snijmachine met, ik doe het nu op mijn mat, ik heb hier die dikke witte lijn en ik kijk naar de punt en de punt van deze kaart. En op mijn snijmachine zit een snaar, kan ik hem precies neerleggen, maar als je die niet hebt, dan doe je het op je snijmat. En je snijdt hem dan diagonaal door. Nou, zoals je ziet heb je 2 punten. Maar die moeten op een gegeven moment op de kaart. En die zijn veel te groot. Dus, je neemt 1 punt. Die leg je op je mat. En als je, ik ben dan linkshandig. Als je rechtshandig bent, dan moet je het even anders neerleggen. Je kijkt naar de ruitjes op je mat. En van de ene punt, dan moet je dus een strook afsnijden van 2 centimeter. En dat gaan we dus nu ook even doen. Van 2 centimeter. Zo. Nou, dat doe ik meteen weg. Heb ik niks aan. Dit wordt dus, ik zal hem nog even neerleggen. Dit is de kaart. Ik zal hem iets, even kijken. Ietsjes hier werken. En dan leg ik de kaart even zo neer. Dus dit. En dan komt deze punt straks hierop. Die punt die wordt bekleed met een stukje dessertpapier.
En om dat de juiste maat te maken, laat ik dat straks even zien bij de tweede punt. Dit komt dus zo. Hier zit een opening. Ik heb er een labeltje uitgehaald. Ons benzunig. Want ik heb dat labeltje straks daar nodig. En je ziet er toch niks van, want er komt hier nog een punt overheen. Die punt, die maak ik ook op dezelfde manier. Dat is dus de andere helft. Daar moet een strook af, een 3,5 centimeter. En wanneer je dat dus op je mat legt en je doet 1 ruitje, 2 ruitje, 3 en 3,5, dan krijg je dus dit. Maar ik ben bang dat het al wel een beetje erg... 1, 2, 3,5, ja, is dat goed? Even kijken, want ik heb al wat voorgesneden en dat is een ander verhaal. Ik heb dus een dummy gemaakt. Ja, van deze punt moet... Nee, dit is niet goed. Ik moet de grote punt hebben, deze. De grote punt. Daar gaat 3,5 centimeter vanaf. En dan leg ik op mijn mat. Zo, hier. 3,5. Nou, het zijn allemaal centimeter ruitjes. Mijn liniaal heeft ook nog ruitjes 1, 2, 3 en dit is een half. Dus dat is wel erg fijn. Gaat eraf. Zo. Dat gooien we ook weg. Dus we hebben dit. We hebben deze punt. Die ligt hier. Dan komt deze punt hier. En hier komt dan een rode punt op. Nou, om die dessinpunten precies op maat te maken, zal ik even laten zien. Ik heb de grote punt heb ik op het dessinpapier gelegd, potloodlijntje erlangs en toen een half centimeter kleiner afgesneden. Dan doe ik het met deze. Ik leg de punt hier gelijk met het papier. Even kijken, ja, kijk, zie je, gelijk. Dan leg ik daar mijn liniaal op. Maar ik heb ook nog een klein liniaaltje, dat is makkelijker. Zo. Ja, je moet het even vasthouden, voor alle zekerheid. Je legt je liniaal erop en je trekt een potloodlijn. Die staat hierop. Dan neem ik mijn ruitjesliniaal en ik leg mijn liniaal een halve centimeter binnen die potloodlijn. Dus niet hier loopt de lijn. En ik leg mijn liniaal een halve centimeter naar binnen. Zo. En ik snij deze punt af. Dit kan even daar naartoe. Dan past deze punt precies op deze met een mooi randje eromheen. Dus we krijgen dit. We krijgen zo. Dan krijgen we deze punt. Dan komt er dus van hier naar daar tape. Dit blijft open. Dat gaan we ook met deze doen. Dus het dessinpapier plak je er gewoon op. En je doet ook weer hier tape en daar. En die leg je dan hier. Zo. Toen heb ik met de Crealise mallen. Dus 05 geloof ik. Labels. Als even pakken. Heb ik dus een paar labels gemaakt. Dat is deze. En met het achtergrond en die tekst heb ik deze gedaan. Die komt hierop. En het label schuiven we straks hierin. Toen heb ik, kijk, dat zijn de labeltjes. Toen heb ik nog een labeltje gemaakt. Ook weer met een kleiner maatje met het bloemetje wat ik eruit heb gehaald. Die komt dan hierin. Verder heb ik met een standjes van Nelly dit label gemaakt uit een stukje rood. Hetzelfde rood als wat ik hier heb gebruikt. En die komt dan straks hier. En zoals je ziet op de kaart, die ligt dus op zijn kop, dan kunnen jullie het lezen. En ik heb dus met de verschillende stansen van Marianne en Joycraft van de kerststerren, de poinsettia, heb ik dus de kerstster gemaakt. Ik heb van de grote het groen gedaan. En ik heb van Joycraft
de andere gedaan. Deze. En die is, deze is met die gemaakt. Zo, op elkaar. Het hartje heb ik uit een stukje gemaakt wat over is gebleven van dat rood. En zoals je ziet is die een beetje opgebold. Nou, ik heb er al een paar gedaan. Verder moet ik vertellen dat ik overal met de inkt langs ben geweest. Ik heb de vintage foto gebruikt. En ik heb mijn distress tool gebruikt. Want dubbelzijdig papier heb allemaal van die witte randjes. Wanneer je dus het een beetje opruwt. Zo. Dan wordt het wit nog zichtbaarder. Dan neem je eventjes zo je tool. Blending tool of hoe je het noemen wil. Je kan het ook met een dauber doen. En ga je dus langs alle randjes met inkt overal van. En ik heb het dus ook van het kaartkarton gedaan. Kijk. Straks even blazen. En een klein beetje dat je net een verschil ziet bij het opplakken. Dit ziet er anders uit dan dit. Je ziet waarschijnlijk wel het verschil. Nou, dat zit allemaal op elkaar. Ik heb met mijn pincet de blaadjes een beetje dubbel gevouwen zo. Ik hou hem vast en ik probeer dan een beetje ze naar elkaar toe te vouwen. Daarom heb ik ze niet geëmbost, deze stansmallen. Want je kunt ze ook embossen, dan krijg je die nerven erin. Maar dat zie je toch niet als je die blaadjes samen knijpt. En dat doe ik op deze manier. Zo. Klein beetje. Zo, een beetje naar elkaar toe. Eerst dus met inkt erlangs en dan later kun je ze omvouwen. Juist. Nou, die wordt dus helemaal opgebouwd. Ik heb het onderblad niet gedaan. Dan krijg je een beetje dit effect. Dit hartje erin. Zo. Nou ja, dat is dus wat je hier ziet op deze kaart. En er is een nieuwe stempelset uit van Joy. Happy Holidays. Er zitten hele leuke kerstteksten op. Ik zal even kijken of het te zien is zo. Ja. Oh ja, ik zal het even laten zien waarom dat paarse eraan zit. Ik haal hem er even uit. Als ik een nieuwe set binnenkrijg, dan doe ik hiervan het verwijderbaar tape aan. Want als je dan de boel openmaakt, dan blijft dit zitten. En dan kun je hem zo weer dichtklappen. Dat is misschien ook weer een tip. Zo. In ieder geval, die tekst heb ik gebruikt. Zoals je dat hier waarschijnlijk gezien. Fijne feestdagen gewenst. En ik heb later in de labeltjes, toen ze op elkaar zaten. Zo. Met de gaatjesstang. Eventjes een beetje netjes recht. Zo. Gaatjesstang. Dus aan deze kant kan ik het zien wat ik doe. Zo. Nou. Stukje raffia. Stukje raffia erin. En dat is het dan, zeg maar. Ik ga deze kaart nog even verder afmaken en in elkaar zetten. Dit wordt het tweede voorbeeld. Dus, nou, hier kun je zelf nog iets bepalen wat je wil. Het is natuurlijk nog vroeg. De zomer is nog niet eens begonnen. En we zitten al in de kerstkaarten. Maar ik werd eigenlijk een beetje geïnspireerd door het mooie papier. En dan ben ik nog iets vergeten te vertellen. Zoals je ziet loopt er hier een rand. Die heb ik dus van dat papier afgesneden, die rand, met Happy Holidays. En voordat je nou die bloem op gaat plakken, zo, je hebt dus alles een beetje netjes gedaan. Ik zal nog eventjes neerleggen zo. We hebben een grote hoek waar een stukje uit is. Die ligt hier. We hebben een kleinere hoek en die ligt hier. En dan komt dus dat
die strook van Happy Holidays, die komt hier eroverheen. Zo. De labeltjes die gaan eentje hierachter en eentje hierachter. Deze komt hier met een stukje foamtape, tekst erop en de bloem. Zo, dat is hem. Bedankt voor het kijken. Veel plezier als jullie een kaart willen maken. Je hebt ideeën misschien weer gekregen. En tot de volgende kaart.